Hallo, welkom bij het filmpje over de ionisatietechniek Atmospheric Pressure Chemical Ionization. En ik zal behandelen wanneer je het gebruikt, hoe het werkt en wat de voor- en nadelen zijn van de techniek. Um, Atmospheric Pressure Chemical Ionization is een techniek die vaak wordt toegepast in de farmaceutische analyse en bij pesticiden. En dat komt uh, omdat het geschikt is voor niet-zo polaire analieten, en die hem toch nog kan ioniseren. Uh, de naam zegt het eigenlijk al, de atmospheric pressure chemical ionisation vindt niet plaats onder een vacuum zoals bijvoorbeeld Electron Ionisation Chemical Ionisation en de MALDI, maar gewoon onder normale luchtdruk. Daardoor is het een heel efficiënte ionisatietechniek. Uh, eisen aan het analyse is dat het thermisch stabiel moet zijn en een laag molecuulgewicht moet hebben om gebruikt te kunnen worden met APCI. Uh, Atomic pressure chemical ionisation bestaat uit drie fasen. In de eerste fase uh, heb je een verdampingsfase. Vervolgens heb je de ionisatiefase en moet, het, moet je ion daarna nog van je ionisatiekamer, waar een uh, normale atmosferische druk heerst van 760 tor, naar een vacuüm waar 10 tot de macht min 5 tor uh, vacuüm heerst. Als we kijken naar die eerste fase, de verdampings- of desolvatiefase. Wat hier gebeurt, is dat jouw analyte-mobiele uh, mix vanuit je LC of je CE uh, of een andere scheidingstechniek je ionenbron wordt ingeleid. En dat kan met een, flow, een lage flow van 0,2 ml per minuut tot een vrij hoge flow van 2 ml per minuut. Die mix die wordt door een vernevelaar geleid. En die, naast die vernevelaar loopt een flow van uh, verstuivingsgas, en gas, En dat is vaak stikstofgas, omdat dat inert is. Um, en die, dat gas zorgt ervoor dat er een analiet mobiele fase uh, gasmist ontstaat. Die mist wordt door een heater geleid, een kwartsbuis, uh, waar een temperatuur van ongeveer 120 graden Celsius heerst... Waardoor je mobiele fase grotendeels verdampt. Want mobiele fase bij een LC is vaak uh, een organisch oplosmiddel met water. Dus dat verdampt heel goed bij 120 graden. Dit is ook de reden dat je analieten thermisch stabiel moeten zijn. Zodat die niet verdampen. Um, nou, dat, uh, die analiet uh, dat komt hierdoor in gasfase. En dat wordt naar je ionisatiekamer geleid. En in die ionisatiekamer. Komt het langs een corona-discharge elektrode. Um, en daar wordt, het wordt je analyt geïoniseerd. Vervolgens heb je vaak een extra stroom van stikstofgas om te zorgen dat je analieten uh, gedeclusterd worden. Omdat er vaak nog wat water zit op het analiet. Uh, en dat wil je liever niet de LCMS of het de, de, de massenanalyzer in. Want dan ga je weer een verkeerde uh, grootte van je molecuul meten. Na dat declusteren worden je ionen uh, onder vacuüm gebracht en naar de massa-analyzer geleid. Maar wat gebeurt er nou bij die corona-discharge-elektrode? Hoe worden je analieten opeens geioniseerd? Nou, die die, die, die corona-discharge-elektrode is een naald uh, die onder een hoog voltage wordt gezet, waardoor er een sterk geladen plasma wordt gemaakt. En dat sterk geladen plasma. Dat zie je ook uh, hier in het plaatje. Dat geeft elektronen af, waardoor de uh, gassen die in de lucht normaal al aanwezig zijn, worden geïoniseerd. Want dit vindt plaats bij normale druk. Dus heb je zuurstof, uh, stikstofgas, ammoniagas. Um, nou. Als die gassen worden geioniseerd, die ioniseren weer de mobiele fase die nog aanwezig is. Dat is sterk verminderd, maar er is nog steeds een beetje mobiele fase aanwezig. Dus dat ioniseert water of je organische oplosmiddel, dat nog, uh, maar dat is in kleine mate aanwezig. Dus vooral water. En die mobiele fase, die ioniseert dan weer de analyten. Dus je hebt uh, elektronen die worden vrijgelaten, die ioniseren een gas, die ioniseren water, die ioniseren je analiet lijkt eigenlijk toch wel een beetje op die chemische ionisatie in theorie, maar met een extra stapje. Nou, uh, hoe zien die reacties er dan uit? Je hebt je stikstofgas bijvoorbeeld. Dat is het meest voorkomende gas in de lucht, dus dat zal uh, vaak geïoniseerd worden. Uh, dat wordt geïoniseerd door middel van een elektron die vrijkomt van die corona discharge elektrode. Uh, N2 plus ioniseert een ander stikstofmolecuul, waardoor er N4 ontstaat. En dat zorgt weer voor de ionisatie van water. Uh, die water neemt een extra haatje op. En vervolgens, na nog een, aantal, uh, een x aantal reacties, ontstaat er een geladen uh, watermolecuul met een x aantal uh, watermoleculen. Dat molecuul dat dat ioniseert dan weer je analiet. En wat je dan krijgt, is je krijgt een analiet, H+, maar ook nog heel veel water eraan. En dat is die clustering met water waar je bij uh, Atomic Pressure ionization last van hebt. Nou, dit is ook de reden dat er nog een declustering plaatsvindt. Dus waarom die, dat stikstofgas nog voordat het de uh, massaspec-analyzer ingaat langs je analieten wordt geleid. Um, dit zorgt ervoor dat je gewoon een los uh, geladen krijgt en een aantal h 2 o die niet de uh, massa-analyzer ingaan. Um, het grote voordeel van die uh, atomic pressure chemical ionisation is dat de uh, ionisatie erg efficiënt is. En dat komt omdat het bij gewone atmosferische druk plaatsvindt. Dus er zijn heel veel gassen aanwezig die geioniseerd kunnen worden en die vervolgens weer je analieten kunnen ioniseren. Iets wat je onder een vacuüm niet hebt. Het is een factor 10 tot de derde, tot 10 tot de vierde. Dus duizend uh, 1000 tot 10.000 keer zo efficiënt als chemische ionisatie. Het is ook goed te koppelen aan voorafgaande scheidingsmethoden. Zoals LC, uh, CE. Je kan ook direct een monster inbrengen. Maar het kan ook nog gekoppeld worden aan GC. En het kan een LC-introductie met een zeer hoge flow aan. Als je een flow hebt van 2,0 ml per minuut, dat vinden wij een hoge flow. Het, de ionisatie is geschikt voor zowel polaire als apolaire thermisch stabiele analieten. En je uh, ziet in je spectrum uiteindelijk een duidelijk zichtbaar moleculair ion. Um, ook een voordeel is dat je niet de kans hebt dat je ionen krijgt met meerdere ladingen. Want dat zorgt ervoor dat je massaspectrum lastiger te interpreteren wordt. Een nadeel van APCI is dat er vrijwel geen fragmentatie optreedt, dus dat het bepalen van de structuur voor je uh, analyte lastiger wordt. Het is ook niet geschikt voor grote biologische macromoleculen, omdat die dan niet geïoniseerd worden. En doordat je dus uh, ioniseert in aanwezigheid weer van een aantal gassen, kun je net als bij chemische ionisatie uh, kans hebben dat er adducten ontstaan, waardoor je andere producten meet dan je denkt te meten, dan je hoopt te meten. Een van de uitdagingen voor APC is dat je van een uh, ionisatie bij atmosferische druk naar een massaspectrometer moet waar een laag vacuüm heerst. En daarvoor zijn er meerdere pompen in parallel nodig die zorgen dat je van atmosferische druk naar een vacuüm kan. En dit was de informatie over atmospheric pressure chemical ionisation.